Hoi, ik ben Suzanne en vandaag gaan we een tafeltje maken welke je heel makkelijk kunt inklappen tot een krijtbord voor aan de muur. Ideaal voor bijvoorbeeld een kleine keuken. Wat hebben we hiervoor nodig? Ik heb gekozen voor OSB houten platen. Verder heb ik 4 houten latten, die zorgen straks voor de stevigheid. Mocht je nou dit allemaal thuis willen maken, kijk dan even in de beschrijving van de video voor de exacte maten. En verder hebben we nodig een krijtbord, schroeven, een slotje, magneetjes, 4 scharnieren, een kettingje en natuurlijk een boormachine, een decoupeerzaag en schuurpapier. Of een schuurmachine als je dat thuis hebt. Ik begin met 1 van de 2 OSB-platen. Hier ga ik een rechthoek uitzagen en dat wat er overblijft, dat vormt het kader van het krijtbord. Ik wil een kader van 10 centimeter, dus ik begin eerst even met aftekenen. Zo, ik heb nu mijn kader bepaald. Ik wil graag het middelste deel uitzagen met een decoupeerzaag. En daarvoor is het handig om in de 4 hoeken eerst een gat te boren. Dit kader dat dient straks als tafelpoot en moet dus extra stevig zijn. Daar gebruik ik deze latten voor. Die ga ik hierachter bevestigen. Dat doe ik met schroeven. En die schroeven die zijn 30 mm lang. Niet te lang, anders gaan ze er doorheen. Goed, tijd om het krijtbord te bevestigen. Dit ga ik doen aan de onderkant van het tafelblad. Doe dit met korte schroeven, anders ga je door je tafelblad heen. We kunnen nu de tafelpoot, dus het kader van het krijtbord, bevestigen aan het tafelblad. En dat doen we met stevige scharnieren. Het scharnier komt aan de onderkant van het kader. En ik vind het zelf mooi om het ongeveer 10 centimeter vanaf de kant te doen, zodat hij mooi in lijn loopt met je kader. Goed, dan leg ik nu de 2 onderdelen die ik aan elkaar vast wil maken goed tegen elkaar aan. Zo, dan hoef ik nu alleen nog maar de boel aan elkaar te schroeven. Dat doe ik met kleine schroefjes, anders kom ik weer door mijn tafelblad heen. Hij is nou bijna klaar. Ik heb alleen nog een paar elementjes nodig om de boel bij elkaar te houden. En dan beginnen we met een klein magneetje. Zo, die zit. En hij past. Dan heb ik hier 2 kettingjes, die heb ik op maat geknipt. En die bevestig ik hier aan de zijkanten, zodat de tafelpoot straks netjes in 90 graden blijft en niet zo uit elkaar schuift. Die bevestig ik met een kleine schroef. En klaar is je krijtbord of tafeltje. Er zijn nog een paar onderdelen over, namelijk 2 scharniertjes en een slotje. Het scharniertje gebruiken we om hem aan de muur te bevestigen en het slotje zodat hij niet meer van de muur afklapt. Ik zou zeggen, op naar de keuken!